Ja, zet hem maar in je agenda. Ja, of in je telefoontje, de datum, hè. 13 maart, vrienden. Ja, jullie zullen het wel gehoord of gelezen hebben. Ja, dan komt de markt. De markt gaat naar Vandaag Inside. Vrienden, ja. En wij wil geen debat aangaan. Maar we gaan nog wel eventjes 2 dagen voor de verkiezingen nog even de volle publiciteit pakken bij Vandaag Inside. En ja, iedereen zit nu zo. Iedereen zit al van, nou, dat gaat wat worden. En dat wordt natuurlijk een kijkcijfer gebeuren van heb ik jou daar. Dat kan niet anders. Want hoe vaak is de markt al niet in Vandaag Inside aangepakt? Ja, en terecht ook. He, met alles wat we al met hem hebben meegemaakt. Met elke crisis. En de woning. En de energiecrisis. En de asielcrisis. En al het liegen. En het gedoe met kabinetsformatie. Noem het allemaal maar op. Ik vergeet er waarschijnlijk een paar. Maar hij heeft op al die onderwerpen. Hij heeft die kritiek gehad bij Vandaag Inside. Vooral van de Johan. De Johan die gaat steeds een keer tegen de markt. Nou, dus wij denken met z'n allen, nou gaat het dan eindelijk een keer gebeuren, hè? Ja, gaan we nou knallen met die geit, hè? Dat willen we zien. Knallen met die geit. Dat die vol erin gaat, die Johan. Hup, gestrekt been. En dat hij de markt keihard gaat aanpakken. Met opmerkingen en vragen. En dat we het zo ver krijgen dat de markt bijna niet meer stoethaspelend uit zijn woorden kan komen. Kijk, dat willen we dan, die 13e maart willen we zien. Maar vrienden, gaan we dat ook krijgen? Of krijgen we slappe hap? Ja, want dat kan ook zomaar, hè? En zijn we dan ineens niet zo stoer om hem keihard aan te pakken, hè, bij Vandaag Inside. En gaan we een beetje mee zitten lachen met Gladde Mark. Ja, want die is natuurlijk charmant en die is natuurlijk een zeer getrainde prater. Buitengewoon beoefend en geoefend. Dus die klet zich overal wel tussendoor en weer uit. En hij heeft natuurlijk die bulderende lach. En dan gaat iedereen weer mee zitten lachen. En voor we het weten, hebben we niks gezien. En was het dus inderdaad slappe hap. Maar ja, wij hopen natuurlijk op knallen met die geit. Ja, welke van die twee gaat het worden? Die spanning, die gaat blijven natuurlijk. Waarschijnlijk gaan weer voorwaarden vooraf. En de VVD heeft natuurlijk gezegd, de markt komt wel, maar dit mag niet, dat mag niet, zus niet. Dat zal ongetwijfeld wel weer allemaal spelen. En dat is allemaal in het voordeel van slappe hap. Maar goed, we gaan toch hopen dat de Johan er toch wel hup vol in zal gaan. En wat, ja, dat moet wel hoor. Ja. Vrienden, daar rekenen we op, hè?